Bah, wat is dat? Riep je mij? Ik herken de stem zo snel niet, maar dat mag. Als je je aangesproken voelt. Ja, goedemorgen, John. Ik denk, misschien heb je me nodig of zo. Hoe is het daar in Amersfoort? PSS Echo, dat is PNL-SVX. Ja, Roger, ik weet niet of je hoorde wat ik zei, maar ik zei, bah, wat een smerige piraten. Maar dat heeft, misschien heb ik wel eens uitgelegd, maar dat heeft een achtergrond. Toen ik zelf nog beginnende, nou, ik was geloof dat ik al PNL-ETE was. Ik heb nog een aantal maanden toen ik PNL-ETE was en geen geld had van mijn krantenwijk om een amateurapparaat te kopen. Waarmee ik gesprekken wil, heb ik nog een tijdje met mijn oude schoolkameraden op 11 meter gezeten. En dat was toen een enigszins tragische figuur die later waarschijnlijk aan drankmisbruik is overleden. Niet zo lang daarna, dat was een groenteman. En die maakte zich bijzonder druk dat 27FC, wat daarvoor eigenlijk een beetje gedoogd werd, verboden werd. Met een befaamde 1 juli werd. En die man die had allemaal van dat soort prachtige kreten. En die zei van, ja, we zijn allemaal maar smerige piraten en wij moeten maar opgeheven worden. En die kreten die heb ik eigenlijk gehandhaafd als een soort eerbetoon aan die man. Die dus al in 1974 overleden is of zo. Maar die had een groentewinkel in de Volkswijk hier in Amersfoort. Dat was wel een tamelijk karakteristieke figuur. Maar nadat zijn favoriete hobby door de staatssecretaris werd opgeheven, overleed hij kort daarna. En volgens mij had dat ermee te maken. En ik had zoiets van, nou, die kreet die hou ik erin, hè. Dus vandaar dat ik dat nog wel eens zeg. Ja, het gaat goed. Ik heb vandaag een hopelijk niet zo heel drukke dag. Wel erg hard gewerkt de laatste tijd. En gisteren was ook een beetje chaos. Dus ik hoop dat het vandaag wat rustiger verloopt. Ik ga er maar vanuit. En anders, als ik een opdracht kan weigeren, doe ik het. PNL-SWX van PSS Echo. Ja, ik verstond je inderdaad, hè, dat je zei van, smerige piraten. Dus ik vroeg me altijd wel af wat de achterliggende gedachte van was. Hè. Dus ik denk, zal ik even vragen of je mij riep. Hè. Dus duidelijk. Zoals ik ben vandaag weer een dagje vrij. Een beetje de vrije dagen aan het opmaken voor het einde van het jaar. Ik mag natuurlijk wel een bepaalde hoeveelheid meenemen naar het volgende jaar, maar waarom zou ik dat doen? Ik bedoel, dagje is wel lekker. Ik kan over 3 jaar gebruik maken van de pasregeling. Ik zit nog een beetje te dubben of ik dat ga doen of niet. Financieel kan het wel, maar dat heb ik nog niet helemaal uit, laat ik het maar zo zeggen. Nou, verder vind ik wat interessante dingen gedaan. Ik heb wat metingen gedaan aan signalen waar een HF-signalen waar ontzettend echo op zit. Dan wordt al heel snel gedacht van, dat komt hier aan de andere kant van de wereld. En ik heb daar eventjes bij verschillende stations naar gekeken. En slechts in één geval was dat zo. Bij station M0 nog wat, die werkt op 15 meter met Australië. En dat station uit Verenigd Koninkrijk kon ik inderdaad via 2 kanten van de wereld waarnemen. In ieder geval met de direction finder. Maar in de meeste gevallen, dan vraag je toch altijd of die al een keer aanbouwt. Want ik had ook een voorbeeld, dat is van een Engelsman. Vanuit Afrika weer terugkwam. Hè. Dus op 265 graden de hoofdpeiling. En dan rond 178 graden met een behoorlijke delay. Het echo-signaal. Dan begin je toch af te vragen waar dat signaal dan helemaal geweest is. Hè. Dat het dan ook weer met zoveel delay weer terugkomt. Dat weet je waarschijnlijk nooit, maar interessant is het wel. PSS Echo, dat is PNL-SVX. Ja, het is altijd multipad. Hè. Dat is eigenlijk heel gebruikelijk, maar je hoort het niet altijd. Omdat niet altijd beide signalen even sterk zijn of vergelijkbaar sterk. Vaak is één of meerdere zijn gewoon heel veel zwakker. Hè. Dan heb je er bij digitaal soms toch last van. Dus dat is... Er zijn bepaalde modus, dat heb ik al eens verteld, hè, die daar tegen gewapend zijn. Maar
Ik heb nooit met richteffect gespeeld daarmee, hè. Kijk, zo'n signaal kan tussen de aarde en bijvoorbeeld de oceaan heen en weer kaatsen en dan zo een afstand afleggen. Maar het kan ook tussen twee lagen zijn, hè. En daarnaast is het zo dat als iets via de E-laag gereflecteerd wordt, dat er dan altijd nog wel wat overspillers naar de F-laag, waardoor het ook via de F-laag tegelijk gereflecteerd kan worden. Dus zo'n pad kan heel gecompliceerd zijn. Ook qua richting, hè, want die propagatie hoeft niet in alle richtingen te bestaan uiteraard. Dus dat is, dat is wel interessant. Ja, en over die vrije dagen. Ik weet nog dat ik ben gestopt bij mijn baas in januari van 1993. En ik had ze daar een meerdere keer voor gewaarschuwd. Ze konden niet voorkomen toen met juridisch vanwege cao-afspraken dat ik die dagen meenam naar het jaar erop. Het was altijd zo, overuren betalen we niet uit. Maar ik werkte bij die baas 3 dagen per week. Ik studeerde ook maar 1,5 dag per week. En ik werkte daar 3 dagen. En vaak was het zo van, ja, je moet die 2 dagen er even bij werken. Ik zei, jongens, moet je horen, dat loopt nu wel erg op. En ik wil mijn uren uitbetalen. Ja, dat deden ze niet. Nou, op een gegeven moment hebben ze dat 1 keer bij wijze van hoge uitzondering wel gedaan. Maar al heel snel hoopte het aantal dagen zich weer op. En dus in januari van 93, als een soort gelukkig nieuwjaar, kreeg ik te horen dat ik binnen 3 maanden zou vertrekken. En mijn werkpositie had inmiddels een ontslagvergunning. En mijn werkpositie werd dus opgezegd. En zij dachten van, nou, dan kan hij zijn projecten nog afmaken, die 3 maanden. Ik zei, nou, ik heb die vrije dagen nog. En dat is precies 3 maanden, dus die neem ik nu meteen op. De groeten. Ja, daar hadden ze niet bij stilgestaan. En toen hebben ze me op uurtje-factuurtje-basis hebben ze me toch nog 4 maanden in dienst gehouden. Dus toen kon ik gewoon facturen schrijven voor alle uren dat ik er rondliep. Dus ja, dat was wel grappig, ja. En het kwam voor mij niet onverwacht. Het bedrijf dat bekabelde heel Nederland in die tijd. Ik pak hem nog even terug, moment. Maar ze legden dus in Nederland was toen nog niet bekabeld toen ik kwam werken. Hè? Dus dat was nog niet overal kabeltelevisie. En de laatste 2 grote gemeenten waar kabel nog niet aangelegd was, dat was Arnhem en Nijmegen. En ik woonde in die tijd het grootste deel van de week in, tenminste behalve die 3 dagen woonde ik in Nijmegen. Bij mijn toenmalige vriendin. En ik wist dus dat het laatste project was. En daarmee droogde dus de belangrijkste bron van inkomsten van het bedrijf op. Dus ze moesten alras bezuinigen. En een paar jaar later zijn ze ook opgeheven. Het is wel zo dat ze dat volgens mij... ze hebben geen stappen gezet, als ik dat goed inschat, om andere marktsegmenten aan te boren. Dat hebben ze in eerste instantie wel gedaan. Maar die activiteit, dat konden ze niet bolwerken. En dat bedrijf hebben ze afgesplitst. Wat een aantal diversificaties deed. En dat bedrijf, dat bestaat nog steeds. Dus het originele bedrijf waar ik werkte, dat was weg. Dat bestaat al heel lang niet meer. Maar die afsplitsing, die bestaat nog steeds. Die zit hier vlakbij. Dus ja, dat is ook wel grappig. Maar de grap was dus dat zij dachten van, nou, we ontslaan hem en dan kan hij nog even zijn project afmaken. En toen moesten ze me heel duur terughuren. Ja, daar was ik niet blij mee. Panel SWX van PSS Echo. Ja, dat is ik hoor, dat is PA0SWX. Ja, ik had hetzelfde gedaan, hoor. Als dat dan zo, als dat dan zo gaat, dan je hebt die uren, dus daar heb je recht op, hè. Maar ja, je weet natuurlijk niet precies wat de reden van het bedrijf is geweest om jou het ontslag aan te bieden, hè. Het kan ook wel, in de zwarte cijfers belanden, hè, of geraken. Dat is vaak een probleem met vooral de wat kleinere bedrijven. Als je het personeel wat langer in dienst hebt en je slaat al op omvallen. Ja, en dan zou je eigenlijk mensen moeten ontslaan. Maar als je dat doet, dan ben je zeker weg, want dan vragen ze ontslagvergoedingen. Dus dat is niet altijd even makkelijk. Even kijken. Wat mijn werkgever betreft, ik heb niks te klagen. Ik heb een hele goede werkgever bij Defensie. En ik zou... Het is... Gewoon de sociale voorzieningen zijn perfect. En wat ik al zei, die pasdag, 57 ben ik de eerste pasdag nemen en 62 de tweede pasdag. Maar ik heb ook recht om met even door te gaan op de 62ste. En dat gaat zeker gebeuren.
En dat is niet omdat ik het werk niet interessant vind. Maar je ziet dat het werk zich verschuift. Ik zit nog meer aan de een analoge kant. Het is een beetje moeilijk. Ik kan dat niet tot de laatste detail bespreken, dit allemaal. Maar ik zit een beetje aan de analoge kant. Ik wil zeggen, het old-fashioned RF engineering en dat soort dingen. En mijn hoofdtaak is spaceware het geval. Maar je ziet dat, dat het steeds meer geautomatiseerd wordt. En dat het straks een kwestie wordt van data verwerken. Hè? En dat is een heel andere tak van sport. Dus dan groeien we er een beetje uit. We worden langzamerhand de tijd voor de jongere generatie. Hè? Wie zo van school afkomen. En dat vind ik ook meer raar. Wat multipad betreft, ja, natuurlijk ken ik multipad. Dat zal dat zijn. Maar multipad verwacht je eigenlijk een beetje uit de hoofdstraalrichting van je antenne. Hè? Dus als je een beam hebt, je richt een bepaalde kant op. En dat je dan een valpad van verschillende elevatiehoeken op je antenne weer terugkrijgt. Maar je verwacht niet, net als een station met van het Engeland met Australië over de korte pad aan het werk is, dat er dan een reflectie vanuit Afrika terugkomt. Hè? En ook wel met zo'n delay. Dus het is niet alleen backscatter via ionosfeer, maar ook via het land, via het terrein. Het kan wel zelfs een berg aangereflecteerd zijn, hè? En dan weer terug gaan. Zo meette de NOAA vroeger de positie van tornado's of orkanen op de oceaan. Daar gebruiken ze nog steeds een HF voor. Moment, ik laat hem even los. Alleen tegenwoordig kijken ze naar traveling ionospheric disturbance. Dit, dat zijn een soort van zwaartekrachtgolven in de ionosfeer. Maar goed, dat dwaal ik af. Maar dat is het verschil in richting. Hè, dat fascineerde mij eigenlijk een beetje. Ja, dan is dat niet helemaal zo raar, maar dan je wilt toch weten hoe en waarom dan zo'n signaal zo lang onderweg is. PNSS Echo, dat is PNL-SWX. Jij hebt ook nog het fenomeen van de long delayed echo's, hè, die er 30 seconden of zo over doen. Dat is wel heel zeldzaam, maar dat gebeurt ook. Ja, ik denk toch, kijk, als je propagatie via de troposfeer hebt, dan heb je ook tropospheric ducting. Hè, dus dat het tussen twee scherpe temperatuurafgrenzingen als een soort golfpijp werkt. Ja, ik denk dat dat op de korte golf ook gebeurt. Ik denk eigenlijk dat het heel erg random is, hè? Uit welke richting dat het komt. Maar dat is sowieso lastig om je dat voor te stellen. Ja, over dat bedrijf, ja, ik heb besloten toen om een formeel verweer tegen het ontslag te voeren. Ik had het zien aankomen. Het was zoals ik zei, het marktsegment hield gewoon op te bestaan. En het was zo niet zo dat ik voor het bedrijf, doordat ik wegging, ik wilde ook geen ontslagvergoeding of zo. Dus ik wilde ze niet belasten. Maar het was ook zo dat ik was de eerste die weg moest. Want ik werkte in de ontwikkeling van nieuwe producten. En ja, als je bedrijf slecht gaat, dan ga je niet je verkopers ontslaan. Maar dan ontsla je toch iemand die pas over een jaar geld oplevert. Ja, dat was ik dus. En ik was de eerste die weg moest. Dus maar ik vond het niet super erg, want ik was al een jaar bezig om mijn eigen bedrijf op te zetten. Dus de gedachte was eigenlijk, ik heb al die tijd 3 dagen per week gewerkt. Ik studeerde toen minder. En ik dacht van, ik ga het bedrijf die 2 dagen per week runnen en de weekenden. En dan kijken we al. En als dat genoeg oplevert, dan kan ik wel eens nadenken of ik mijn vaste baan opzeg. Maar dat werd dus ingehaald. Ik had net het bedrijf ingeschreven, net een paar dagen toen ik. En ik wist het niet dat ik dat. Ik wist wel dat het er een keer aan zat te komen. Dat ik waarschijnlijk wel als eerste eruit moest. Maar ik wist niet dat moment waarop dat zou gebeuren. Ze hebben het niet voor de feestdagen gedaan, net daarna. Dus ja, misschien is dat ook nog wel sympathiek. Hè? Maar de adjunct-directeur daar, daar had ik niet zo'n goede pet van op. Die had me een keer belazerd. En ik geloof zelfs een tweede keer ook nog. Met, ingewikkeld, maar in ieder geval. Die had maar, dat was wel vuil van hem. Maar dat was iemand die een beetje streken had. Maar de eigenaar, die was de algemeen directeur en eigenaar, die was volkomen recht door zee, was een goede kerel. Hele goede secundaire arbeidsvoorwaarden allemaal. En dat hij niet wilde overwerken, dat was ook dat hij vond dat onzin, hij vond dat onnodig. Dus ja, overwerken deden ze niet. En als je dan een keer overwerkte, ze konden in hun administratie dat niet verwerken. Dat was echt zo. Ze hadden dat gewoon niet ingebouwd.
dat overwerkt. Dus, en ik was eigenlijk de enige die wel overwerkte. Maar ja, als je producten ontwikkelt, dan duurt dat wel eens langer. En vlak voor de deadline wil je toch dat ding af hebben. Dus ja, dan moest je wel. En we hadden wel 3 keer overschrijding met de ontwikkeling. Hè. Ik pak hem nog even terug. We hadden wel dat een project 3 keer zoveel, 3 keer zo lang duurde dan begroot, omdat ja, de dingen tegen zaten. Het zat soms bij ons, soms zat het bij het bedrijf die uiteindelijk die spullen ging fabriceren. Ja, je weet nooit hoe zo'n traject uitpakt. En je houdt er dus rekening mee met een beetje slag om de arm dat het zoveel tijd kost. En het kostte altijd meer tijd. Nou ja, die tijd die moest je dan goed maken door over te werken. Dat kon niet anders. En ja, daar waren ze dus niet op ingesteld. En ik was altijd degene die het meeste overwerkte. Deels door plichtsbesef, deels doordat veel dingen toch op mij neerkwamen. En dat liep dus snel op. Maar het was, ik had wel zoiets van, nou, want ja, het was eigenlijk zo, als die adjunct-directeur me niet een keer met die opgebouwde vrije dagen besodemieterd had, dan had ik op dat moment waarschijnlijk niet of zo op mijn strepen gestaan. Maar hij had er helemaal een keer een kunst geflikt door me veel te weinig, door met een gemisselijke truc, me veel te weinig voor die. Daar kwam het op neer. Hij had me met de dagen die ik opgebouwd had, daar hoefde hij me maar een deel van. Toen zouden ze het uitbetalen, toen hebben ze me te weinig gegeven. En het was puur, ga je daarmee akkoord, weet je wel. En toen dacht ik, dit is een misselijke streek. Voor deze man moet ik oppassen. Dat had ik er ook wel een beetje in de gaten. Maar dat zo erg was, dat wist ik niet. En dat was 2 jaar daarvoor. En dat was dus voor mij de reden om met die 3 maanden op mijn strepen te staan. Anders had ik misschien nog wel gezegd van, jongens, ik maak die projecten wel af, geen punt. Vooral omdat die directeur zo aardig was. Maar op dat moment had ik zoiets van, ja, je hebt me besodemieterd, nu pak ik je terug, weet je wel. Dus ja. Maar het was wel grappig, want ik weet nog, mijn collega's, ik mocht niet rechtstreeks met de eigenaar praten. Dat moest eerst via mijn baas en dan via de adjunct-directeur. En pas dan was je bij de directeur. En ik was dus ontslagen. En 2 dagen daarna, toen wilden ze met mij praten over wat mijn uurtarief was. En toen kwam ik en er was toevallig iemand jarig, dus er was ook al gebak. En ik zat op de kamer van de directeur, de adjunct-directeur erbij. Procuratiehouder erbij en mijn voormalige collega's die zaten echt zo te kijken met hun mond open. Zo van, wat gebeurt daar? Zit hij ineens bij Jan aan tafel? Hoe kan dat dan? Dus ja, maar ik werkte daar dus terwijl ik in dienst was die 3 maanden. En ik kon gewoon mijn uren schrijven. Dus dat was, ja, dat was bijzonder. Zo maak je wat mee, hè. Maar goed, achteraf was wel een goede beslissing. Want ik heb nu het leukste werk van de wereld. En ik wil zeker nog de komende 20 jaar doorwerken. Hè. Ik wil niet met pensioen, dat wil ik echt niet. En dat was eigenlijk ook altijd mijn reden om, de belangrijkste reden om zelfstandig te worden. Dat ik niet wil stoppen met werken. Oh ja, nu praat ik. Ik zit echt op de praatstoel, Norbert, sorry. Ik pak hem nog 1 keer terug, kort. Ja, hoe zeg je dat? Ik vind die nieuwe techniek ook heel interessant. Maar ik snap heel goed hoe je daarin staat met werk. Want dat je nog allerlei cursussen zou moeten volgen nu. Dat is natuurlijk ook, dat hoef ik natuurlijk niet bij mijn interesse, maar dat is hobby. Maar jij zou dus op cursus moeten gaan om ook die, het is misschien ook niet zo leuk om te doen als je dat als werk doet, hè. Ik ben zelf weggegaan bij het bedrijf. We waren net begonnen met glasvezel. Dus eigenlijk op het moment dat. Ik heb de glasvezelintroductie niet meer meegemaakt bij dat bedrijf. De glasvezel in de kabel-tv. Dus ik was net voor die tijd weg. Wij hadden net de eerste offertes van onderdelen ervoor. Panel SWX van PSS Echo. Ja, PSS Echo, dat is een PSS Echo. Je vergelijkt het met Astron, die hebben die LoRa-antenne en zo. Maar hun main business, hè, is gewoon het verwerken van data. Want ze halen gewoon, ze noemen zichzelf ook het grootste datacenter van Nederland. En die zijn helemaal niet bezig met HF-antennes en masten en filters breken. Ja, daar zijn ze wel mee bezig voor wat betreft innovatie voor verder ontwikkeling en dat soort dingen. Maar ja, de hoofdinteresse ligt bij het verwerken van data en onderzoek. En dat is bij ons ook zo. Vroeger gebeurde alles door de operator met de hand en je moest aan het wieltje draaien van de ontvanger om de boel goed op de frequentie te zetten. Nou, als je toevallig ziet wat digitaal mogelijk is, dat hebben we niet meer, hè.
En straks gewoon van, je hebt de informatie binnen of niet. En ja, er wordt ook naar geld gekeken. Goed, ja, van jouw doorgang, ja, interessant, maar ik kan er verder geen feedback op geven. Maar ik ben blij dat ik het bedrijfsleven wegbreng. Ja, enerzijds wel, anderzijds niet, want de vernieuwing, de innovatie in het bedrijfsleven gaat vele malen sneller als bij de overheid. En dat mis ik wel. Ik presteer het best onder tijddruk, hè, op mijn werk. En dat had ik bij de NERAP, waar ik hiervoor gewerkt heb in Groenlo, had ik dat altijd. Maar dat soort streken waar jij het over hebt, dat is heel herkenbaar, dat had ik daar ook. Je kon overwerken, dat kreeg je niet uitbetaald. Maar je kon vrije dagen nemen aan het eind van het jaar, hè. Zoals voor de eerste tijd van het jaar, zoals het regen en koud was en zo. Ik denk, ja, als ik overwerk, dan wil ik ook vrije dagen opnemen wanneer het mij uitkomt, hè. En niet de baas en dat soort dingen. Ook met de vragen met vrije en zo, van ja, ik werk dan af. Nou, ik was toen bezig met repareren van zenders en ontvangers en bouwen van meetsystemen en onderhouden daarvan. Dus mijn werk was gewoon nooit af. Met andere woorden, je kon gewoon nooit vrij nemen. Ja, op een gegeven moment zag ik hier facturen bij Defensie en ik denk, nou, eens even kijken waar je nog waar bent in de markt. Hè. Dus gesolliciteerd, nou, uitgenodigd voor het tweede gesprek. Ja, nou ja, en dat is vaak goed nieuws, hè. Dat willen ze hier. Dus nou, gok maar gewaagd en nou, het is allemaal op spotjes terechtgekomen. Ik ben in die tijd 5 loonschalen gestegen. Afgelopen, even kijken, een paar maanden geleden ben ik nog 2 loonschalen omhoog gegaan. En ja, ik red me wel. Maar dan heb ik nog even een technische vraag om toch een beetje de techniek nog beter te trekken. Ik heb van de week een filter gebouwd, dat wil zeggen met sperrfilter. Met 2 trimmetjes en wat spoeltjes en... Moment, ik laat me even los. Maar toen kwam ik erachter, ja, het is allemaal gelukt. Ik heb hem kunnen afregelen op de frequentie waar hij voor ontworpen was. Maar dat het afregelen, dat nog helemaal niet meevalt. Hè? En vooral het moeilijk is, het laatste stukje, dat je het schroevendraadje en het trimmetje, ik heb gewoon die old-fashioned trimmetjes gebruikt. Hè? Ja, dat is soms een kwestie van misschien een halve millimeter verzetten, dat het verschil kan uitmaken. Hè? Dus nou, jij bent er ook veel mee bezig geweest. Wat, hoe kan ik dat de volgende keer ontwerpen? Ja, je hebt meer slagen, plotmeters en zo, dat wil ik allemaal wel. Maar hoe kan ik nou zoveel ontwerpen dat het regelbereik wat makkelijker in te regelen is? En niet dat het trimmetje echt een millimeter moet verzetten om de goede setting te krijgen. PSS Echo, dat is PNL SVX. Ja, als je berekening goed is, kun je een vaste condensator en een trimmer nemen. En dan neem je een trimmer die wat lagere capaciteit heeft dan dat je nu doet. Zodat dus de totale capaciteit hetzelfde is. Dus dan zet je gewoon de trimmer parallel met een andere, met een vaste condensator. En dan is het bereik van je trimmer is kleiner, hè? Dus dan zeg je neemt een trimmer van 10 picofarad en je zet dat parallel met 50 picofarad. Ja, dan is je bereik maar 20%. En dat is sowieso gunstig, omdat als je met serie zet bijvoorbeeld, dan is je, hoe heet dat, dan is je maximale spanning wordt hoger. En als je hem parallel zet, je kunt ook kiezen om het in serie te doen, maar dan moet je het anders, wat anders ontwerpen. Maar als je het parallel zet, een vaste condensator is doorgaans beter dan een trimmer. Dus de Q-factor is wat hoger. En dat soort dingen. Dus het heeft ook in dat opzicht voordeel. Maar het is heel simpel. Bij 50 picofarad en 10 picofarad, dan is die 10 picofarad. Ja, dus hoor, dat 1 op 6 dan, hè. Dus dat is net minder dan 20%. Maar dan is je regelbereik maar 20% van PSS Echo. Ja, dat klopt wat je zegt. Vooral als je een serie zet met een andere condensator, dan maak je de capaciteit wat kleiner. Dat was in mijn geval was dat noodzakelijk, omdat ik al in het maximale negatieve trimbereik zat. Dus niet met alle platen in elkaar geschoven, maar juist niet. En dat hielp natuurlijk wel voor het inregelen. Alleen, de werking van het filter ging onderuit. Ik heb nu waardes gehaald van min 33 dB. Maar als je dan zo'n steetje in de serie zet, dan ging het in één keer naar min 23 of zo, verschil zo 10 dB. Hè. Dus
ja, dat, dat was ook niet helemaal de bedoeling. Maar je zit altijd met het probleem was een beetje van, kijk, de ontwerpen, nou, we gaan gewoon altijd op die, dus is gewoon op internet te vinden en zeg gewoon voor die toeltjes en die voel je de frequentie in wat filter moet wat voor type filter dat je gebruikt en de frequentie waar het filter zijn werking moet doen. Sorry. Een moment, ik laat hem even los. De stem liet me even een beetje in de steek. Maar ja goed, maar op een gegeven moment dan, heb je de componenten nodig en ja, die heb ik dan gewoon besteld. Alleen heb ik bijvoorbeeld een spoel nodig van 314 microhenry. Ja, die zijn niet op de markt, hè. 300 wel, maar 314 niet. Dus je zit al gelijk met de toleranties, met de componenten en ook toleranties van het bouwen zelf, het puntplaatje en de omgeving waarin zich dat filter bevindt. Dat ietsjes verbuigen, dat wil ook al behoorlijk wat uitmaken, hè. Buigen aan spoeltjes en dat soort dingen. Dus dat was de reden dat ik, dat is de reden dat ik gekozen heb voor tremmetjes, want dan kun je die toleranties eruit regelen. Maar ja, dan loop je tegen dit probleem aan. Vandaar. Ja, zei zeker hoor, dat is PA0SVX. Ja, ik weet niet wat het voor is. Als het voor een ontvanger is, dan, ja, soms ook voor zenders, dan neem ik van die dure. Ik heb zo'n pi-filter voor aanpassing van een halve golf op 50 megahertz. Daar zit een tronsoortrimmer in voor €22. Met een grote plaatsafstand en waterdicht. Afhankelijk van de toepassing. Als het een gevoelige ontvanger toepassing is, dan zou ik dan voor de grote condensator een tronsoor nemen. Oh ja, nee, dat is wat je ook kunt doen, dat is beide condensatoren een trimmer maken. Hè? Want daar kun je alle kanten uit. Nou, wat ik vaak doe is dat ik het niet uitreken, je kent mij. En dan maak ik gewoon een inschatting. Ik kan heel erg goed, op basis van heel veel ervaring, kan ik inschatten als ik voor 10 megahertz een filter nodig heb, hoeveel wikkelingen ik nodig heb en op wat voor diameter en wat voor dikte draad. En dan doe ik een gok en eigenlijk, en op de 5 keer gok ik mis. En dan zit ik er een stuk naast, er moet een aantal wikkelingen bij of vanaf. Maar over het algemeen doe ik dat goed. En als ik de inductie wil meten, dan doe ik dat met een condensator, formule van Thomson. En dan met de condensator en dan met de grid-tipper. En de grid-tipper, daar zit je 10%, 20% tolerantie ook. Dus als je een parallelkring hebt met een spoel, ja, je kunt heel goed met die dipper kun je dat meten. Je ziet de frequentie, formule van Thomson, en dan weet je de waarde. 1 gedeeld door 2 pi maal de wortel uit LC is het volgens mij. Ja, klopt. 1 gedeeld door 2 pi maal de wortel uit LC, formule van Thomson. Ja, dus ja, dan hoef je ook geen spoelmeter, geen inductiemeter te hebben. Dus dat zijn de trucs die ik eigenlijk altijd toepas. Maar het is makkelijker om een parallel te zetten, Norbert. Niet in serie. Om twee redenen. Ontwerpmatig is het makkelijker. En het is als je houtje touwtje bouw doet, dan is het constructief een stuk steviger. Dus je kunt beter parallel zetten. En dan neem je de grote condensator. Die neem je gewoon wat het zijn moet, min 10%. En dan zorg je dat die trimmer iets van 20% regelbereik heeft. En dan zit je altijd goed van PSS Echo. Ja, dat hangt een beetje van de situatie af wat beter is, John. Want wat ik straks al vertelde, het trimmerbereik, de trimmer die werkt tussen 2 en 40 picofarad. En ik zat al op 2 picofarad en toen was de filtering, het frequentiebereik van de filtering buiten bereik, buiten mijn doel. Het doel was DAB-band, hè, tussen 470 en 512 megahertz. Nou, dat betekent dus dat capaciteit nog steeds te groot was. Nou, en die moet je dan kleiner maken. Dat was de reden dat ik dus gekozen heb voor een andere condensator in serie. En dat hielp wel. Dat ging wel goed. Alleen, ik heb straks al verteld, hè. Dan werkt het filter minder goed. Ja, nee, maar het is een kwestie van hoe ver dat die platen in elkaar gedraaid moeten worden, hè. En dat vertelde ik straks van, dat is wel erg, erg kritisch. Het is bijna een schroevendraadje in het trimmetje steken en dat je nog niet eens voelt dat hij draait, hè, maar dan zoveel kracht moet aan geven. En ik denk dat er toch vast wel iets voor te vinden zijn dat in de toekomst wat beter gaat. Hè. Ja, ik weet dat er meerdere slagen potmeter zijn, maar ja, ik heb nog niet echt een potmeter nodig als condensator. Hè. Ik weet niet of er komt van trimmers bestaan met meer slagen en dingen. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb nog niet meer gekeken. PSS Echo, dit is PNO SVX.
Ja, ik weet niet of je zo... Ik wist niet dat het zo hoog was. Ik dacht dat het korte golf was. Wat ik zo hoog vaak doe is leggenlijntjes nemen en dan met een buistrimmer. Zo'n buistrimmer, dat is met een schroefje en dat is meer slags. Maar ik weet niet of je nog buistrimmers kan kopen. Ik heb er nog een paar. Maar ik weet niet of je er nog aan kan komen. Maar dan, dan doe je dus een stripje en dat is voor 70 centimeter. Ja, stripje messing van 6 of 7 millimeter breed. En dan gewoon ja, de dikte zoals blik, hè, net iets dikker voor messing. En dan een stripje van 7 centimeter ongeveer. En dat doe je gewoon in een rechthoekig hokje, een behuizingje. En daar komt dan een trimmertje aan van 15 of 20 picofarad. En een buistrimmer. En dat kun je heel secuur instellen. Dat is ook heel, heeft een heel hoge Q-factor. Dat is het grote voordeel van PSS Echo. Nou, nooit van gehoord. Nou, maar goed, je geeft wel aan. Dus iets een oud product. En waar ik ook aan zit te denken is gewoon om de condensatoren een vaste waarde te kiezen en de spoelen te vertrimmen. Ja, het is geen trimmen, ja, het is wel vertrimmen. Je hebt ook voor die spoelen, hè? Er zit zo'n kerntje in en die kunt het eruit draaien. Dat is ook een, hetzelfde principe, alleen ik weet daar niet hoe groot mijn regelbereik is. Heb je daar ervaring mee? Ja, wat ze zo hoog doen is dat maar dat is niet, dat is wel een paardenmiddel, joh. Weet je wat het vervelende van regelbare spoelen is? Dat is dat de Q-factor zo varieert over het bereik. Dus als je met ferriet werkt, dan is de Q-factor veel hoger als het ferriet erin gedraaid is, als dat het eruit is. Maar wat je zo hoog vaak ziet, bijvoorbeeld ook in bepaalde, vroeger had je van die vliegtuigeindtrappen die je uitgebreid in de dump kon kopen. En met een QQE, die waren dan voor 200 megahertz, 250 megahertz, 225 die kant uit. En daar zat dan een QQE 0320 in de eindtrap, zo'n klein jampotje. En dat was dan na 3-4 wikkelingen op 3 mm dik draad, verzilverd koper. En dan een winning of 4. En daar draaiden ze dan aluminium kokertjes in die spoelen. Om de inductie te veranderen. Maar ja, als die aluminium, als het helemaal ingedraaid wordt, dan had je bijna geen Q-factor meer over. Nee, maar je verschuift de frequentie er niet echt mee. Ja, als de Q-factor toeneemt, dan wordt de bandbreedte kleiner. Maar nu probeer ik me dat zo voor te stellen in een filter. Ik heb geen idee of je daar dan... Ik denk niet dat dat kan gaan werken. Dat je dan echt wel met een variabele condensator de filter op frequentie moet zetten. Dat lijkt me dan zo. PSS Echo, dat is PNL SWX. Dit was een concreet apparaat wat zo op grote schaal op vliegvelden gebruikt werd. Want die dingen die hadden dan net meer, de QQE 0320, ja, wat geeft dat? Die buis heeft hoog rendement, dus je kunt er wel 40 watt HF uithalen. Een 0320 is een dubbeltitrode, met van die grote, zo'n hele grote anode zit erin, hè, met zo'n grijs schermpje. Ik heb een 0640 heb ik wel eens zo hard opgestookt dat tussen die twee anodepennen dat het glas smolt. Ik heb wel zo'n buis. Ik weet niet zeker of ik die zelf gesmolten heb. Maar er zit een klein gaatje. Dan is het ook meteen afgelopen. Hè? Dan zie je wat vonken door het ding heen regenen. En dan is het afgelopen. Maar er was dus een klein gaatje tussen de anodes in gesmolten. Nee, maar dit was mechanisch. We hadden het echt mooie eindtrappen. Oh shit, ik herinner me ineens. De reden dat ik met buizen gestopt ben, is dat ik een keer met zo'n eindtrap aan de 600 of aan de 800 volt heb gehangen met mijn handen. Toen dacht ik van ik stop met buizen eindtrappen. Ik heb er daarna nog wel een keer eentje gemodificeerd, maar ik ben echt gestopt met daarmee te knutselen. Ik zag dat niet zitten en ik ben onhandig soms. Ik denk, ja, dit gebeurt me nog een keer, wie weet overleef ik het niet, hè. De 800 volt met een half ampère erachter of zo, nou, daar kun je een behoorlijke sweep van krijgen, hè. Ik kan je vertellen, daar word je niet geil van. Dat is echt ongelofelijk. Dus die eindtrap, dat was zo. Die bussen, dat was best wel grote diameter. Ik denk dat, tegen de 2 centimeter diameter, die bussen. En die spoelen waren nog groter. Maar mechanisch was dat heel mooi. Want het was, die spoeltjes die waren echt exact afgestemd. Die waren gelijk. En die aluminium bussen, die waren gekoppeld mechanisch met een tandwiel.
Dus voor beide spoelen liep de frequentie gelijk als je dat naar binnen en naar buiten draaide. Je kon er vanaf de buitenkant met een knop of met een schroeven draaien, kon je dat instellen. En het werkte echt. Dat werkte van 220 tot 280 of zo megahertz. Daar kon je hem echt op instellen. En die vliegtuigzenders op die band die staan natuurlijk op een vaste frequentie ingesteld. Dus ze hadden een hele trits van die eindtrappen waren ook insteekmodules, al waren ze groot. Ik denk dat ze 30 of 40 centimeter bij 8, 30, 40 bij 8, dat is een schatting hoor. En dan 15 centimeter diep of zo en met gaas zodat de lucht doorheen kon. Maar ik denk dat ze opgesteld stonden gewoon in een rek ingestoken. En dat ze dus op die manier ook als er eentje stuk was, zo snel konden vervangen. Hè? Voor meerdere frequenties. En dan snel afregelen en in gebruik nemen. Maar het werkte dus wel. Het enige nadeel is, op de hoogste frequentie had dat filter eigenlijk niet veel filterwerking meer. Hè? En die spoelen dus sowieso op die hoge frequentie niet zoveel. Ik pak hem nog kort terug. Een buizentrimmer, ik weet niet of je die ouderwetse keramische condensatoren kent, die op zo'n buisje zitten. Hè? Dus dat is een buisje met aan weerszijden een draad eromheen gewikkeld en dan kon je dat zo op een print insteken. Nou, dit is eigenlijk een vergelijkbare condensator. Alleen is het buismateriaal van die condensator wat dikker. En je draait er dan een messingschroef in. Of eigenlijk ja, een schroefas. Het is niet echt een schroef. En op het uiteinde zit dan een spreetje waar je je trimsleutel in kunt steken. Het grote voordeel is dat je die dingen kunt afregelen zonder handeffecten. Want dat messing pennetje, dat zit buiten de cavity van PSS Echo. PSS Echo, dat is PNLS. Ja, ik moet iets meer over, want er veel vertellen waar ik het dan over heb. Ja, in eerste instantie ging het mij om een trimmetje en het regelbereik. Maar we hebben dus een locatie waar we een paar honderd meter koorskabel tussen de, nou meer, nou nee, maar ja, 400 meter koorskabel tussen de koorskabel hebben, of tussen de antenne en de ontvanger hebben zitten. Dus de lijn lossen ze, dat lossen we op met een lijnversterker. Het is alleen zo dat in die omgeving de DAB staat te tetteren. We hebben over de kustwacht nu. En ja, dat gaat een beetje over zijn nek. Dus eigenlijk wil je twee dingen tegelijk. Je wil verzakken en versterken. Nou, versterken. Je wil de coaxverliezen wil je opheffen met de versterker. Maar ja, goed, als er dan een sterke zender in de buurt staat, dan gaat de bol over zijn nek. En daar was het filter voor. Hè. Dus het is niet een filter voor achterin een ontvanger van een vliegtuig of zo. Dat is een heel ander ontwerp. Ja, je kan me voorstellen als je had het straks over Q-factor veranderd met een spoeltje en zo. Ja, dat komt dan vooral in ontvangers voor. Hè? Want je wil een kleine bandbreedte, je wil een goede selectiviteit. Hè? Vroeger deden ze dat zo. En ja, tegenwoordig, maar dan val ik een beetje af, doen ze het ook met, dat noemde je straks al, toen we het hadden over propagatie over multiplat verschijnselen en zo. Dan doen ze dat met adaptieve ontvangers. Nee, het is niet het goede woord. Ja, ik kan er even niet op komen, maar dat wordt digitaal, wordt de QRM gewoon weggerekend. Hè? Dus als je twee signalen met een looptijdverschil op je ontvanger binnenkrijgt, dat dan het signaal met de laagste SNR gewoon uitgerekend wordt softwarematig. PSS Echo, dat is PNL-SVX. Ja, dit is wel wat wij destijds ook deden voor de kabel-tv, hè? Want daar kwam dat natuurlijk ook voor. Toen ik al weg was, had je een probleem. Daar heb ik toen nog wel over gepubliceerd als journalist. Dat was best wel vervelend. Toen KPN en Digitenne de TVB aan het uitrollen waren. Toen waren er een paar gemeentes waar dat heel slecht gecoördineerd was. En ik dacht dat het Zoetermeer was op de kabel. Waar die DVB-zender op de frequentie zat waarbij op de kabel RTL4 zat. En dat leidde tot grote commotie, doordat mensen goede tijden, slechte tijden niet konden zien. En het was echt. En rechtszaken en ik weet niet wat allemaal. En mensen die de voeten in het zand zetten van ja, en wij gaan niet van frequentie veranderen, weet je wel. daar speelde dat ook, hè. En zeker in de buurt van de sterke zenders. Ja, daar zou je inderdaad zo'n leggertje voor kunnen gebruiken, omdat dat
veel lastiger als sperrfilter inderdaad uit te rollen. Je moet er best wel, is best wel lastig. Ik denk dat je eerder met een gebrek aan Q-factor zit dan met dan dat het te veel is. Dus je bandbreedte is best wel groot van zo'n filter op die frequenties, maar de onderdrukking is relatief laag. Dus waarschijnlijk, het zou best kunnen dat je er meerdere moet hebben. Of dat je of het hele traject meerdere moet hebben. Dus je op meerdere punten moet introduceren. En het vervelende is ook, als het signaal ergens wat binnenkomt, ergens een versterker overstuurt, dan los je dat niet zomaar op. Dan kun je dat niet later in het traject nog wegfilteren. Dus je moet voor zijn dat zo'n signaal je versterkers gaat oversturen. Want dan ben je verder van huis. Bij dat soort systemen is die dynamisch bereik is ook groot. Maar wat ook een probleem is, ik weet niet of dat bij de signalen die via die kabel gaan van toepassing is, maar bijvoorbeeld bij televisie heb je ook te maken met de groeplooptijdvervorming. Hè? Dus je moet ook altijd zorgen dat filter niet elders je fase gaat lopen verfukken. Want dan, laat ik zeggen, een wat nettere bewoording, maar dat het dus de fase, dat je een neveneffect van zo'n filter hebt, dat een aantal megahertz verderop ineens een groeplooptijdvervorming ontstaat, waardoor bijvoorbeeld, wat een bekend effect was in de tijd, dat was dat dan, als dat gebeurde bij een bepaalde zender, dan was de teletext ineens weg, weet je wel. Dan konden mensen de teletext niet meer ontvangen, als er dat soort vervorming optrad. Dus ik weet niet of dat speelt, maar dat zou ook nog een factor kunnen zijn voor het filteren van PSS Echo. Ja, dat klopt. En dan moet je met lijnversterkers moet je er ook heel voorzichtig mee zijn. Vooral als het gaat om direction finding. Dan moet je fasecoherente lijnversterkers hebben die fasecoherent zijn over het hele frequentiegebied. Hè. Dus niet op één frequentie, maar het hele apparaat voor ontworpen is. En dat zijn ook dure vakjes. Ja, dat klopt ook wat je zegt. Ja, dan moet je filteren. Ik heb nu het allersimpelste filter ontworpen dat er is, omdat het heel makkelijk te bouwen is. Want je kunt wel het derde overtoon nemen of de vierde, maar dan gaan we maar aanstaan om dat af te regelen. Het viel met twee trimmetjes, vooral als je bijna nooit doet, viel het maar tegen. Niet, het is gelukt, maar ja, ik denk als er nog een derde of een vierde variabele bij komt, en variabele bedoel ik dan een variabele C, dan word je er nog wel druk mee. Hè. Dan moet je daar toch echt wel ervaring mee hebben. En ja, ik hoor je hard op denken, waarom koop je geen filter? Nou, er zijn verschillende redenen. De eerste reden is dat er geen filter in dat bereik te vinden was, hè, bij de leveranciers waar wij zaken mee doen. Ja, op Alibaba stond erin. Ik denk, ja, maar dan kan ik hem dus goed zelf maken. En de tweede reden is, ik moest het ding op korte termijn hebben. En als dat allemaal de lijnen moeten, ben je gewoon een maand of drie, vier verder. Hè. Dan denk ik van, weet je wat, ik bestel een handje voor onderdelen, declareer het en ik word het filter zelf en problem solved, zeg maar. Maar filter afregelen met de derde of vierde overtoon, noemen ze dat geloof ik. Dat is niet eenvoudig. PSS Echo, dus PNL SVX. Ja, als je zoiets als niet op grote schaal moet. Ik weet niet of die dat werkt, want het PNL JWX, dat is de man van de JWX-antennes. En ik heb hier een fantastisch, hij maakte destijds ook van die filters. Ik heb hier een fantastisch duplexfilter, hè, waarmee je dus, of een quadfilter. Waarmee je vier transceivers op één antenne kunt zetten en die kunnen dan tegelijkertijd werken. Dat is heel goed filteren, gewoon in een blikje. Echt fantastisch. Je zegt, het meten is super. En de één ingang is 0 tot 30. Ja, dan wordt het 1,5 tot 30 megahertz, zoiets. De volgende die is 50 megahertz, dan heb ik nog één voor 2 en één voor 70. Dus het is één antenne. En dan komen vier banden uit en dan met een onderdrukking van 60, 70 dB. Hè. Dus dat is heel, heel goed. Dus dat plaatst ook je ontvanger niet op een andere band. En je kunt het natuurlijk ook andersom gebruiken. Hè? Dus daar heb ik hem eigenlijk voor. Ik heb een FT8900. En dan heeft elke band van die 8900, dus een quadblender van 10 meter, 50 megahertz, 144 en 430. En dus elke band heeft, kun je een eigen antenne opzetten met dat ding. Je moet wel, als je op een van de poten geen antenne aansluit, dan werkt het wel beter als je de niet gebruikte poot even een dummy load opzet, want dan, zeker als je er een transceiver opzet, dan filtert die wel een stuk beter. Maar dat is iemand die dat soort filters goed kan maken. En er zijn al meer hoor. En tegenwoordig heeft iedereen een nano-VNA. Hè. Het afregelen van zo'n filter, dat is niet zo ingewikkeld.
met meerdere. Wat je moet doen is proberen. Dus wat je doet is met twee bijvoorbeeld. Je moet niet het maximum regelen, maar je moet een beetje titreren, zeg maar. Dus je legelt er één af en dan ontregel je de volgende. Die draai je één kant uit en die onthoudt welke kant je hem uitgedraaid hebt. Vervolgens draai je de vorige weer en was dus die misafregeling van die andere, was het een verbetering? Dan draai je de goede kant uit. Dan was het een verslechtering, dan moet je de andere kant hebben van PSS Echo. Ja, maar ik heb wel gezien dat er meerdere oplossingen mogelijk zijn. Nou, wat bedoel ik daarmee? Je kunt gaan voor een goede filterwerking, dus dat je lekker veel dempt of onderdrukt. Maar je kunt ook voor een optie kiezen dat die breedbanden wat minder goed onderdrukt, hè? En dan heb je dan al met twee van die trimmetjes, laat staan net de drie of vier. Ja, maar ik hoor al, je hebt er meer ervaring mee, John, hè. Maar goed, aldoende leert men, hè. Het is, wat ik al zei, het is gelukt. Dus daar gaat het om. Ja, dan heb je hem goed afgeregeld. Dan doe je het dekseltje van jouw bakje erop. En dan kun je opnieuw beginnen, hè. Want dan verloopt hij weer. PSS Echo, dus PR nog eens weeks. Als het ontwerp goed is, dan wordt de Q-factor slechter als je meer inductie introduceert. Want spoelen die verpesten de boel altijd. Nou ja, altijd. Je kunt hem ook zo ontwerpen dat het andersom is. Maar meestal is dat niet de optimale oplossing. Maar over het algemeen is het zo dat als je dus de condensator kleiner maakt, dat de Q-factor slechter wordt. Wacht even, nog een keer. Dat is even niet doorgedrongen. Wat zei je nou? Maar de vuistregel is altijd dat je moet voorkomen dat er spoelen in zitten, omdat spoelen altijd wat slechter zijn. De condensatoren die hebben een weinig weerstand in zich. Eigenlijk niet, zo goed als niet. Spoelen, dat materiaal heeft altijd een forse weerstand, omdat je toch te maken hebt met meer wikkeling. Op UHF speelt dat wel wat minder dan VF, maar het klopt daar nog wel. Dus de spoel, je moet altijd, als je ontwerp goed is, moet je binnen die vereisten, binnen de marges rondom dat optimale ontwerp, moet je altijd voorkomen dat de spoel al te groot wordt. Je moet altijd de richting uit afregelen met, als je dus inderdaad meerdere plekken hebt waarop het werkt, moet je als vuistregel eigenlijk bijna altijd kiezen dat je de grootste condensatorwaarde hebt. Ja, PSS Echo's, PNL-SVX, ja, oké. Okay. Nou, dat is dan gelijk een antwoord op de vraag van, is er misschien een optie om variabele vloeispoelen te gebruiken voor dit soort toepassingen? Maar dat is het dus eigenlijk niet. Hè. Dat is bij deze dan duidelijk. Even kijken, nou, met de spoelen zit je natuurlijk dat reële er toeneemt en de klein stukje complexe. Excel, die neemt dat natuurlijk ook toe, dat is ook de bedoeling, juist van de spoel. Maar bij een condensator heb je meer te maken met de complexe stroom, hè? Dus niet met de reële stroom. Ja, de reële stroom is de weerstand bijna niets, maar complex wel. Ja, dat is, maar goed. Laten we niet te ver op inzoomen. Maar dan moet ik de boeken er weer bij je pakken. Als ik het allemaal weer voor me zie, dan heb ik dan weer zo'n oh ja momentje. Maar ik kan het nu eventjes niet zo uit mijn duimen of uit mijn mouw schudden. PSS Echo, dus PNL SVX. Ja, het is volgens mij heel simpel. De stroom door de spoel legt een langere weg af. En daardoor ondervindt hij altijd meer weerstand. En als je meer weerstand introduceert in je filter, wordt de bandbreedte groter omdat de Q-factor slechter wordt. Het is simpelweg een kwestie van niet complexe weerstand, maar gewoon ja, impedantie op die frequentie, zeg maar. Maar niet dat er inductie waren. Want op het moment dat je capaciteit en inductie introduceert, heb je ook weer die groeplooptijd ellende. Dus bij een bandfilter moet je. Bij resonantie is condensator en spoel. Zeg maar de inductie. En de capaciteit is per definitie in evenwicht, hè, bij resonantiefrequentie. Maar dat doet natuurlijk niks aan de Q-factor af. En je kunt resonantie bij een bepaalde spoelwaarde krijgen. Maar die kun je ook bij een andere spoelwaarde krijgen. En het is altijd raadzaam
Maar er zijn, je kunt dus op een gegeven moment is een bepaald, hoe noem je dat in het Nederlands, een payoff, hè? Een optimaal punt. Want als je een theoretische spoel hebt zonder die weerstand, dan is er natuurlijk wel een bepaalde waarde aan binnen je filter waarbij dat niet meer goed functioneert. Hè? Ook als je een theoretische spoel hebt zonder weerstand, dan is daar een bepaald punt waarbij het filter gewoon niet meer optimaal is. Dus die invloed van die weerstand die de spoel introduceert, die heeft altijd een wisselwerking met het optimale ontwerp. Je moet natuurlijk niet buiten het optimale ontwerp gaan, want dan heb je om die reden een slechtere Q-factor. Dus er zijn twee factoren die dat bepalen. Je ontwerp bepaalt de Q-factor. En daarnaast de praktische spoel die je gebruikt, die meestal een vrij forse weerstand introduceert. Je kunt die spoel ook zetten op een punt waarbij de impedantie hoger is, als je dat ontwerpt. Want dan is die weerstand de fysieke weerstand van het materiaal in die spoel, die speelt dan een minder grote rol omdat de impedantie hoger is, van PSS Echo. Ja, oké. Okay. Ik had al zojuist alweer een oja-momentje. Ik weet niet of het dan helemaal goed zit met wat ik nu ga zeggen. Ik vergelijk het een beetje met een smetjaard, waar ik dan wel veel ervaring mee heb en veel meer werk. Kijk, als je een antenne afgeregeld wil hebben, dat kun je ook wel eens afgestemde kring zien. Dan wil je dus bij het aansluitpunt een R van 50 ohm hebben en een J van 0. Ja? J is de complexe impedantie. Bij een zuigkring, bijvoorbeeld een seriekring, dus een spoel en een condensator, wat wil je dan? Wil je eigenlijk dat je zoveel mogelijk van het gewenste signaal kortsluit, wegfiltert. Dat heeft dus te maken met een reëel deel en een complex deel. Nou, de modulus van die twee, dat is eigenlijk de effectieve waarde van jouw filter. Dus zowel de reële als de complexe stromen, en daar de modulus van, dat is jouw werking, nou, ik kan zeggen zeker hetzelfde. Maar ik wil nog even een punt krijgen. Even kijken, je had het over. Ja, maar heeft het dan niet meer te maken met de verhouding tussen reële en complexe stromen? Dat het dan niet alleen bij een spoel ligt die dan zo klein mogelijk moet zijn. Maar misschien dat ik het niet helemaal goed begrijp. PSS Echo, dat is PNL-SVX. En op zich staat dat er wel redelijk los van. Omdat de verliesfactor van een spoel eigenlijk alleen maar een fysieke ohmse weerstand is. En die dus parallel komt aan het component. En zo de Q-factor van die spoel bederft. Dat is eigenlijk het punt. En bij condensatoren speelt dat wel, maar dat is veel minder belangrijk. Omdat de weg die door die condensator afgelegd wordt, die is gewoon kleiner. En zeker met een spoel met een aantal wikkelingen heb je echt wel, zeker als je dat met, ik heb al spoelen gemaakt voor 160 meter van 0,1 mm wikkeldraad. Nou, dan heb je een behoorlijke weerstand als je daar, 700-800 wikkelingen hebt. Dan is dat ook echt een flinke weerstand, zo'n draad. Zullen geen 1000 ohm zijn of zo. Maar dan staat er parallel toch een behoorlijke weerstand. En die bederft gewoon je Q-factor. Dus het heeft niet zozeer te maken dat beïnvloedt de afstemming wel iets. Maar op zich maakt het niet zo verschrikkelijk veel verschil voor het complexe deel van de impedantie. Het is gewoon echt een simpele verliesweerstand die de boel bederft. Dat is eigenlijk dus die weerstand haalt simpelweg de Q-factor van het onderdeel naar beneden. En met die Q-factor moet je wel weer rekening mee houden met je filter. En de meeste van die formules, die houden geen rekening met die weerstand van PSS Echo. Ja, volgens mij gaat er nu een lampje branden bij mij, of een belletje rinkelen, kan natuurlijk ook. Want we hadden straks over het filter op 470 MHz. Die zo heel kritisch was om af te regelen, dat heeft waarschijnlijk te maken met die gekochte spoelen van mij. Of die spoelen die ik gekocht heb, die een gigantische Q hebben natuurlijk. Hè. Dat zou nog wel eens kunnen zijn. Dat zou nog wel eens kunnen zijn. Nou, ik zat te denken van, als je een spoel hebt waarvan de Q-factor niet goed is, heb je de verkeerde spoel gekozen. Hoe beter de Q, hoe scherper de filter wordt, dat is het punt.
Maar wat jij dan eigenlijk zegt is van... ja, besteed veel aandacht bij het bouwen van de filterende spoelen. Daar komt wel op neer. PSSEC hoor, dus PNO-SWX. Ja, klopt. Bovendien koop je de condensatoren meestal kant en klaar. En een spoel kun je zelf wel maken. Dus ja, ik vind het ook leuk omdat... Je weet dat de meeste mensen van die 3 meter zendertjes bouwden op de MTS en zo. En de meeste mensen die deden dan een spoel van 4 of 5 wikkelingen op een balpen gewikkeld. Dat was altijd de standaardregel. Maar die spoeltjes die waren altijd te klein, dus daardoor waren die zendertjes heel instabiel. Als je nou een spoel van 10 wikkelingen nam en iets op een, of minder wikkelingen en dan op een iets grotere diameter en op een dikke draad... Dan was die zender ongelooflijk veel stabieler. Dus. En dan kon je nog, als je in plaats van een folietrimmer, dan zo'n toltrimmer van Philips, ik weet niet of je die kent. Dat is ook zo'n luchttrimmer is dat. Die zijn heel stabiel erin. Dus als je de combinatie van zo'n wat grotere spoel nam met dikkere wikkelingen, of verzilverd koperdraad in plaats van geëmailleerd koperdraad. Hè. En dan nam je zo'n toltrimmer. Ja, daar waren die 3 meter zendertjes, die waren ongelooflijk veel beter van PSS Echo. Ja, die ken ik nog wel. Hè. Een deel had er zo'n bierfles, zo'n dopperringetje op, aan screen op tafel. Dan kon ik hem dan weer verstellen. Ja, oké. Okay. Nou, ik ben denk ik al wel een heel stuk verder hè, met het bouwen van filters en zo. Ik heb niet gedacht dat Frequier zo nog zo de diepte in zou gaan. Hè. Hey. Goed zo. Ik ga zo meteen de eindtrap annex kachel aanzetten hier. Want het is 9:05 en ik ga sowieso even 15 meter kijken of er via het korte pad nog wat vanuit de Pacific te horen is. Dan ben ik aan de late kant, maar... en dan warmt jij inderdaad hier mooi mijn jack op. Het is 16 graden, valt wel mee, maar als je dan toch zo even stil zit, dan wordt het langzamerhand toch wel wat frisjes, hè. John, voor jou de finale en dan ga ik hier zo naar 15 PSS Echo, dat is PA0SWX. Ja, Roger, dit zijn dingen die je lastig kunt leren. Vooral als je zo'n filter... dat kun je eigenlijk alleen maar in de praktijk leren, hè, door gewoon veel te doen. Maar als je zo'n filter maakt met het verbuigen van spoeltjes en dat soort dingen... Wat ik bij het bedrijf deed, veel, dat was... daar hadden we bijvoorbeeld een verdeelveld van 950 tot 1800 megahertz voor zo'n satellietverdeelveld. En die hadden dan groeploptijdvervorming. Hè. Dan kwamen ze uit de fabriek en dan was de klant niet tevreden omdat net niet het signaal er mooi genoeg doorheen kwam. En dan wist ik precies waar je bij het apparaat een stukje blik intern moest solderen. En vooral die stagiairs die wij hadden, die kwamen dan van de HTS en die waren van, nou we gaan dat uitrekenen. En zeiden, ja, nou, we gaan het niet uitrekenen. Ik pak gewoon een stukje blik van 0,5 centimeter en ik soldeer het op die plek. En is hij dan niet goed, dan buig ik dat wat om. En desnoods dan draai ik er een krulletje aan met zo'n rond punttangetje. En ja, maar dat kan nooit werken. Maar dat kan wel vlak, hè. Maar dat is puur echt praktijkervaring. Dat je weet op welke plek je dat moet solderen. Dat het dan ook voor alle 4 de aansluitingen werkt. Hè? Want dat was dan ook de grap. En soms had je er meer nodig. Moest je op 3, 4 plaatsen zo'n ding solderen. Of heel soms was het genoeg om een klotertje soldeert in ergens te droppen. Hè? Dan zag je ze helemaal kijken. Wij hadden toen zo'n, dat was toen heel duur, zo'n HP VNA. En dan zag je dat allemaal keurig op, ook op de Smithchart. Dus. Maar dat was ook wel leuk, want als ze dat dan zagen, dan was het net of je aan het toveren was. Maar het was wel zo, dat op een gegeven moment had ik een reputatie daar, dat die stagiair speciaal daar naartoe wilde, omdat ik met het bedrijf zat. Want al mijn collega's die waren zelf ook HTS'er en die hadden die ervaring niet. Hè. Dus, maar het was puur, ik was toen ik aan het werk ging, toen was ik al 10 jaar zelf aan het bouwen met amateurspullen. En natuurlijk moest ik daar een hoop bij leren, maar toen ik er een jaar of 3, 4 zat, toen ging het allemaal perfect. Hè? Dus ja, dat was ook wel grappig. Maar dit was wel de core business van waar ze me voor aangenomen hadden. Hè? En niet voor het uitrekenen, maar voor simpelweg de praktijk en voor het inzicht. En ja, het is dom. Ik heb dat altijd benaderd van... ik stop daar nou, maar wat mijn sport was, ik heb mijn ATV-zender heb ik destijds afgeregeld zonder dat ik meetapparatuur had. Ik had een universeel meter, een grid-dipper. Ik had een goede 70 centimeter transceiver.
En dat ding, die zender, die werkte op 70, hè. En ik had een Bearcat scanner die ook vrij goed was. En met die Bearcat heb ik de harmonische onderdrukking voor elkaar gekregen. Met die transceiver en een ruisgenerator, het middenfrequent filter van die zender. Ik pak hem heel kort terug. Grappig was, die zender is gekeurd door de RCD. En die kwam in één keer door de keuring. Die was ruim binnen de voorwaarden. Zonder echt serieuze meetapparatuur. Maar dat was wel de sport. Dat vond ik er leuk aan. Hey, de groeten van PSS Echo. Ja, Roger. PSS Echo. Ja, nou, is weg. Ja, ik kan het toen niet laten om weer terug te komen. Nee, dat is wel herkenbaar wat je daar zegt. Hè. Van, ja, je kunt alles wel willen uitrekenen en zo. Maar dan ga je het ding bouwen en dan... Ja, dan komt er in één keer een ander aspect om de hoek kijken. Hè. Maar ja, kijk, je moet natuurlijk wel richtlijnen hebben. Hè, van wat heb ik ongeveer nodig om bijvoorbeeld een antennepark neer te zetten? Of het gaat vaak om grote bedragen. Hè, dus dan kun je niet experimenteel gaan doen. Ik moet je voorstellen dat die mensen van AEG, die gordijnantennes hebben opgehangen op de Radio Nederland Wereldomroep, dat die zouden zeggen van, hangen maar ongeveer 25 meter hoog, is maar goed, jongens. Dat is ervaring. Ja, dat gaat niet worden. Hè. Tot de laatste schrik wordt dat berekend. En dan na de tijd komt de fine-tuning nog. Hè. Dat nog alles aangepast moet worden. PSS Echo, dus PN0SVX. Ja, nee, we deden dat natuurlijk alle twee. Maar hobbymatig is ja, het was wel leuk. En ik had ook, het was natuurlijk ook zo, ik kon die apparatuur niet betalen, die meetapparatuur. Ik had er geen geld voor over. Ik was al 3 jaar met ATV in de lucht toen ik een keer een oscilloscoop kocht. Hè. En toen zag ik wel wat er allemaal niet klopte. Maar op zich, dat ATV-signaal, dat werkte goed. Dat had met een paar watt vermogen kwam dat 20 kilometer ver. Hè. Ik had wel een hoge antenne, maar ja, dat ging echt perfect. En ik was de enige, ik was 6 jaar lang de enige in de regio die zo'n zender had. En je kon met vrij eenvoudige middelen dat ontvangen, dus dat was ook wel leuk. Ja, bij jou in jouw woonplaats zat een andere groep, hè, die deed ook aan de ATV-contest mee. Ik heb nog een keer een hele grote eindtrap van ze gekocht, van een kilowatt op 70 centimeter. Want ze gingen elke keer deze contest mee en dan zetten ze die versterker zetten ze op de watertoren. Maar op een gegeven moment werden ze door de bewoners gedwongen om die versterker weg te doen. Want iedereen had toen nog een antenne op het dak staan in jouw woonplaats met een breedbandversterker. Dus het hele weekend van de contest zagen ze echt alleen maar die uitzendingen van de contest op de televisie op alle kanalen. Hey, groeten van PSS Echo. PSS Echo. Ik denk dat het nog in de lucht is, op het moment maar even. Hey, PNL-SVX, PSS Echo. Zijn we nou dubbel? Ik denk dat je inschakelde terwijl Robert zich inmeldde. Ik ben de call van diegene vergeten. Volgens mij was PE1 ITR, ik ben niet zeker. Later werkte die voor Electuur, dus dat is nog een collega geworden ook in dat opzicht. Nee, volgens mij is het PE1 KCI, volgens mij. Ja, zeg je maar wat. Volgens mij is het Kilo Charlie. Nee, dat antwoord moet je schuld op blijven. Maar daar kom ik wel achter. De groeten. Nu ga ik echt QSY naar 15. Robert meldde zich in, dus het kan zijn dat het voor jou was. Moment. Ja, ik kan nog één vraagje stellen aan Noord Helkorst. Ja? Goed, ja, dat je aan het cruisen was met een filtertje nulfilter. En dat je het dan niet goed kon inregelen zo. Waarom gebruik je gewoon niet die max IC'tjes? Dan kun je gewoon een switch capacitor IC voor kopen voor die nulfilters. Geen externe componenten, dus het werkt hartstikke goed. Ja, maar heb ik dan... Ik ken het niet wat je nou zegt, maar heb ik dan nog een spanning nodig, DC? Maar is het niet een zendsignaal? Het zijn ontvangstsignalen. Het gaat om ontvangst. Oké. Maar dan zie ik nog niet in dat je daar geen actief filter voor kan gebruiken. Maar ik kan wel even wat opzoeken als je wil. Ja, ik heb die dingen wel gezien, maar ik heb er geen ervaring meer. Daar ben ik heel eerlijk in.
En ik denk van, nou, met het trimmetje staat, dat ken ik nog wel vroeger. Maar misschien moet ik daar eens wat meer aandacht aan besteden, Robert. In ieder geval bedankt voor de heads-up. De groeten van PA0 SWX. Even kijken. John, ben je nog bereikbaar of ga je meteen aan het werk? Want volgens mij heb je al een uur zitten QSO met... ik had even lekker zitten luisteren, maar ik moest even ontbijten, dus ik heb een deel van dat verhaal genies. Maar het was een onderhoudend gesprek, daar hou ik wel van. Volgens mij hebben we heel veel luisteraars, hè? Ik heb geen idee. Het is een leuk onderwerp. PSS Echo. Ja, introduceert zo'n actief ding niet te veel ruis aan de ontvangskant. Ja, voor zender werkt het sowieso niet. Maar ik ben altijd bang bij dat soort dingen voor ruis. Maar ja, het valt soms erg mee. Ik was altijd ook tegen de pindiode schakelaars. Maar dat werkt echt goed. Ja, ik zal even kijken of die dingen ruis opleveren. Want het zijn hele leuke schakelingetjes. Ik zal maar zeggen, je kent ook de Max 232. De Max maakt ontzettend veel producten, voor filters en zo. En notch filters. Je kan natuurlijk een discreet filtertje maken. En dat werkt ook natuurlijk. Maar goed, zo'n IC'tje is natuurlijk wel... Ja, gewoon een keer. Ding kost 1 euro. Dus waar hebben we het over, hè? Maar goed, het moet wel passen in de schakeling natuurlijk, hè? Maar het zijn interessante dingen. Ik heb ze al eens gebruikt. Ik kwam gisteren even naar buiten. Moest even naar... naar de markt of zo. En ik denk, wat ligt er nou in de grote vuilcontainer? Er lag een stuk hout en ik ben al een beetje houtfriek, maar het was een soort standaard was, hè? Zo'n L-vorm. Of eigenlijk een soort winkelhaak met twee even lange stukken met een dwarsbalk erop of zo. Ik denk, er komen wel draadjes uit en zo. Dus ik pak het ding uit die container. Precies op het moment dat de vrouw natuurlijk even niet keek, want dat mag ik nooit, ik mag nooit dingen uit de container hebben. Maar ja, als dat draadje zit, kwam het mijn warme belangstelling. Dat was een RGB ledstrip van 1,5 meter lang, met nog een controle eraan en nog een voelinkje. Ik denk, huppatee, weg daarmee. Dus ik denk, oh, mevrouw maar even wachten, dus ik met het ding weer naar boven, even in mijn check neergezet. En gisteravond even bekeken, nou die ledstrip die werkt nog. Alleen dat adaptertje was kapot en dan flikkeren mensen dat gewoon helemaal weg. Hè? Een 12 volt adaptertje, zo'n klein schakelingetje, zit dan in een IC'tje en zo. Met 3 uitgangen kun je dus... en er zit ook nog een remote control oogje zit er aan. Een heel, heel mooi IC'tje zit er aan. Nou, ik heb hier even gekeken welke RC-codes er nodig zijn. Ik heb zo'n Arduino setje gemaakt waar je dan als je daar met een tv-ontvanger afstandsbediening even een code uitzet. Zo. Dan zie je dus in hexadecimale codes zie je dus wat er uitgezonden wordt. Hè. Dat is wel grappig. Dus ik weet wel wat er uitgezonden moet worden. Dus ik ga die codes even kopiëren in een programmeerbare afstandsbediening die ik hier heb. Die had ik nog liggen. En dan heb ik weer een compleet werkend ding. Ik heb het onder mijn tafel gedaan met net geprinte beugeltjes. Dus ja, zo komt Jan Splinter door de winter, hè, dat ze dat weggooien. Een hele mooie strip. Het ding trekt ongeveer een half ampère of zo. Maar dan komt er een licht uit. En dan heb ik een hele mooie tafel die aan de onderkant verlicht is. Hè. Dus je kan dan zien wat er onder die enorme tafel staat. Ik dacht eerst kerstverlichting, maar het is gewoon echt verlichting, ja. Van PSS Echo. Ja, ik zoek zelf iets kerstachtigs wat programmeerbaar is, maar ik ben er nog niet helemaal uit. Er zijn van die hele fraaie displays, zeg maar. Als je daar een stuk of 6 van neemt, dan kun je met enig resolutieverlies, behoorlijk wat resolutieverlies, kun je daar ook gewoon beelden mee weergeven, videobeelden. Maar ik heb al eens overwogen om zoiets te kopen en het dan aan de muur te hangen. Hè? En, hoe heet het? Dat zijn van diezelfde dingen die ze op Times Square gebruiken. Alleen op Times Square gebruiken ze heel veel van dat soort tegels. En ik wou er dan een stuk of 6 kopen of zo. Daar kun je heel goed teksten overheen laten lopen. Zoals in een soort lichtkrant. En het is gewoon in alle kleuren en heel fel. Hè? En wat ben je dan kwijt? 100, 120 euro of zo. Maar dan moet daar dan allerlei kerstdingen op afmaken. Het kost veel te veel tijd, joh, om dat nog voor de kerst klaar te krijgen. Dat is een project wat voor volgend jaar kerst misschien wat is. Hè? En veel van die dingen worden aangestuurd met Raspberry's. En die zijn momenteel heel duur. Maar ik heb al gezien dat er zijn allerlei sluiproutes tegenwoordig. Je hebt allerlei klonen die min of meer compatible zijn. Je hebt de Banana Pi, die ook niet heel erg duur is.
die volledig compatible is met zou zijn met de Raspberry. En die zijn gewoon volop leverbaar. Hè. Die kun je gewoon zat kopen. Dus inmiddels zijn er wel oplossingen. Er zijn ook weer mensen die zeggen van ja, maar er is wel wat nieuws dan de Raspberry. Ja, verdik me. Moet ik het allemaal weer opnieuw gaan leren. Ik kan mijn bestaande software niet gebruiken die ik al gemaakt heb. En dat soort dingen. Nee, laten we daar maar niet aan beginnen. Hè. Allerlei nieuwe problemen. Zoveel tijd heb ik er niet voor, hè. En bij de Raspberry vind ik het leuk dat ik, als het bijvoorbeeld met mijn repeater stuk gaat, de Raspberry erin die gaat kapot, ja, dat ding staat altijd aan, ook als het onweert. Dan heb ik altijd nog wel een reserve Raspberry liggen, hè. Dan kan ik zo omprikken en ook een reserve kaartje, dus dat ding staat er nooit lang uit de lucht. Als ik dat met nieuwe technologie ga doen, dan heb ik er natuurlijk maar eentje van. Dus, nee. Maar, ja, over die filters. Je kunt ook met Varicaps kun je zo'n filter maken. Er zijn wel ontvangers die dat doen. En dat, dat heeft toch wel, dat moet je toch wel erg goed ontwerpen hoor, als je dat wilt. Punt 1, als je dat echt wel, als je niet een schakelbaar filter ervoor hebt staan, maar je wilt echt het filter met een hoge Q-factor meeregelen, nou dan moet je allemaal gelijke Varicaps hebben om dat te doen. Hè. En je spanning moet redelijk zonder ruis zijn, want dan introduceer je daar natuurlijk allerlei fasemodulatie op je signalen. Er moet genoeg stroom door je diodes lopen, dus bij een apparaat op batterijen is dat ook wel wat minder succesvol. De pindiodes gebruiken aanmerkelijk minder stroom. Ik pak hem even terug, moment. Ik zeg het verkeerd, pindiodes gebruiken juist meer stroom, maar je bent wel stroom kwijt om die spanning er weer op te zetten en dat allemaal gelijk te maken en zo. Ja, voor je het weet, je gebruikt veel stroom of je hebt geïntroduceerd ruis, het is altijd ellende. Of het loopt niet gelijk, wat ook nog kan, want dan veroudert zo'n varicap en dan is een van je filters, die staat er iets wat naast. Het is altijd suboptimaal, dus je kunt het beter met pindiodes schakelen in plaats van afstemmen. Maar ik ben met dat soort filters en zeker als het, weet je waar, want ik weet niet of je meegekregen had waarvoor Norbert dat nodig had. Het is een 500 meter lange kabel. Daar lopen ontvangsignalen doorheen en er zit een trek, versterker zit erin om de kabelverliezen op te heffen. Je zit aan het begin, zit je gewoon als je 12 dB kabelverlies hebt, dan zit je aan het begin gewoon een 12 dB versterker. Als het goed ding is, heb je geen problemen. Ook met Intermod niet, want aan het begin zijn die signaalniveaus nog laag. Maar wat er gebeurt is dat er een zender staat ergens en die introduceert dus een signaal op die kabel. En dat signaal moet weggefilterd worden. Dat is het probleem. Om te voorkomen dat achteraf de bol overstuurd raakt, omdat je niet de storing ervan wilt. En moet er sowieso uit. Maar bij dat soort dingen kun je beter echt super passieve componenten gebruiken. Want het hoeft maar één keer afgeregeld te worden. Het staat daarna hopelijk goed. Dus je hoeft het niet meer open te maken. Dus hoef je het ook niet op afstand te kunnen besturen. En als je dat allemaal elektronisch maakt, dan moet er al meteen allemaal voedingsspanning nodig. Dus dan moet je dat weer via die kabel moet je dat aanvoeren. Ook weer zorgen dat dat allemaal ruisvrij is. Dat er geen hoogfrequente inwerking op plaatsvindt. Dus je kunt het echt het beste met passieve componenten doen. Hè? Van PSS Echo. Ik ben hier. Ja, ik moet duidelijk naar Thomas. Ik heb vorige week heb ik twee implants in mijn mond laten doen. En dat geeft natuurlijk behoorlijke gaten. Dus ze hebben dat gehecht. En ik moet nu even kijken of het allemaal goed gaat. Ze hebben ook van die koeienbeenig spul op mijn kaken geplakt. Dat moet dan weer de kaak verdikken, hè? Want ik ben natuurlijk 66, dus je botten worden steeds dunner natuurlijk. Hè? Je hebt van die botten, ontbotting heet dat geloof ik. Maar goed, dus er komt er weer prachtige tanden voor in de plaats. Maar ik moet wel een paar maanden wachten voordat dat bot is uitgegroeid. Hè? Dus ik zit even met een enorm gat in mijn mond, dat koudt wel heel raar. Maar goed, ik wist niet wat de toepassing was voor dat filter. Hè? Ik dacht gewoon dat hij een notch filtertje wilde maken om iets te blokkeren ofzo. Maar ik weet niet of die valt over een bondfilter of een notchfilter ofzo. Maar dat maakt niet uit, er zijn bij Max zijn er diverse filters. Maar je moet er maar eens mee spelen. Ik heb trouwens die DCF77 set ook bijna klaar. Hè? Ik heb dus zo'n printje met drie van die uitgangen. Daar zit dan één, hoe heet het, zo'n SI 51 tot 53 synthesizer zit erop. Daar komt al genoeg signaal uit. En daar moet ik ook nog even een filtertje achter zetten voor
de bekende DCF-77-frequentie. En dan, ja, dan moet ik even dat signaal even moduleren met een pulstrein van de klok. En dan zijn we er, hè? Leuk experiment. Ik ga zo naar de tandarts, dus ik heb nog 5 minuten voordat we de deur uit gaan. Maar ik krijg de finale maar aan John van PF3WKL. Ja, Roger, ik heb de mail nog niet bekeken. Het kan best wel zijn dat ik nu toch een hele drukke werkdag heb. Maar het lijkt erop alsof ik het rustig heb. En het lijkt er ook alsof de volgende week wat rustiger is. Nou, dat is mooi. Een beetje puinruimen, hè. Ja. Eens even kijken, hoor. Ja, nee, het is inderdaad een notchfilter, hè. Maar op 480 MHz of zo. Dus dat is toch wel een uitdaging. Maar, ja, Norbert die ontwerpt dat. Ik pak altijd iets en dan kijk ik wat het doet, hè. Dus wat heb ik in de bak liggen, wat kan ik ermee en ja. Maar op die hoge frequenties gebruik ik gewoon stripjes en ja, hooguit of één wikkeling. Maar meestal gebruik ik wel messing stripjes om dingen te maken. En dan wordt het van die buistrimmers inderdaad. Ik weet helemaal niet of die nog te krijgen zijn inderdaad. Als je het mooi wil doen, dan koop je wat duurder een tronser. Hè? Die tronsers die zijn leuk als je het wel echt heel mooi wilt maken. En tegelijkertijd, als je wat meer hoogfrequent of wat meer spanning erop staat, dat is ook wel ideaal. Hè? Maar ik weet ook daar, ja, natuurlijk kunnen we wel aankomen volgens mij hoor. Maar het is toch allemaal wat lastiger. Zeker dat gespecialiseerde spul. Hè? Het was altijd Barend Hendriksen waar ik vroeger bestelde. Dat soort spullen. Ook bij QRL al, als we het voor een proto-serie nodig hadden, die had dat altijd wel. Hè? En die is er niet meer. Dus ja, Conrad heeft al vrij veel, maar dan hebben ze toch weer net niet wat je nodig hebt. En Van Dijk is een goed adres voor dit soort dingen. Maar die hebben ook lang niet alles. Maar die hebben wel veel. En ook veel heel gespecialiseerd. En dan heb je nog een aantal Duitse clubs die ook... Maar dit zijn toch wel de lastige dingen die inmiddels wat moeilijk te krijgen zijn. Hè? Ik heb vanuit die tijd bij het QRL heb ik nog wel redelijk wat voorraad van wat gespecialiseerde spul. Ook van die doorvoertjes, hè? Van die 1 nano voor voedingsspanning doorvoer. Ik bouwde vroeger alles in blikjes, hè? Dus ik had gewoon een printplaat. En dan als er weer een versterkertje bij kwam, dan soldeerde ik weer een blikcompartimentje erbij met gaatjes erin. Teflon doorvoer, nanofarad doorvoer en... helemaal rondom gesoldeerd in het blik, ja dat... en overal smoorspoeltjes in de voedingsspanning, een elkootje en niet een tantaaltje, hè, want dat is altijd problemen. Tantaaltjes die kunnen nergens tegen, maar een klein spijkje ergens op te hebben. Of je hebt ergens een condensator zitten die net groter is dan die tantaal. Waardoor het dan misgaat... of dat die tantaal net even een spijkje krijgt waarbij de stroom de verkeerde richting uitloopt. En ploep, die tantaal is kapot. Hè? Dan heb je of kortsluiting of het ploft zelfs uit elkaar als je niet oppast. Nee, altijd gewone condensatoren met een, als het heel moeilijk is, 1 nano parallel en 100 nano er nog overheen. Ik pak hem heel kort terug. Dat was de manier waarop ik bouwde. Dus ja, het is volkomen overkill. Wat je natuurlijk zakelijk niet wil. Want als je 10.000 apparaten maakt, dan zit 1 condensator te veel in. Ja, dat is al snel 1.000 euro kosten. Hè? Dus voor zo'n serie. Goed joh, je hebt 5 minuten zijn bijna om. Ik zit erg op de praatstoel. Dus ik ga eens kijken hoe groot de hoeveelheid werk is die er momenteel op mijn inbox staat. Hè? Ik kan best wel zeggen dat het alsnog veel is. Hè? Dan moet ik het weekend ook nog werken. Hey, de groeten, PSS Echo. Ja, als ik ga zo even mijn schoenen aantrekken. Maar ja, het is, ik had er ook belast van. Ja, ik had helemaal geen... kan je nagaan, die wispersetjes die hier nou gewoon 24-7 al draaien. Die heb ik toen in 2015 gekocht toen ik nog in full in bedrijf was met mijn ICT-club. Met mijn eigen bedrijf. En ik had gewoon nergens tijd voor. Ik heb geloof ik 1 zo'n ding in elkaar gezet. En ja, toen wilde ik hem even afregelen en zo. Ja, dan belt er een klant. En dan, je moet er gewoon even een uurtje voor zitten, minimaal, hè. En dat ging gewoon helemaal niet. Ik werd helemaal gek gebeld, joh. En ja, dat is wel heel heftig natuurlijk allemaal, hè. Ja, maar goed. Ja, die filtertjes, dat blijft heel leuk. Trouwens, blikjes. Jij maakt het al van printplaatjes. En dat zie je bij amateurs ook vaak. En er is niks meer aan de hand. Maar het ziet er, ja, het is effectief. Maar het ziet er niet uit, hè. We hebben hier een vent die importeert die in Italiaanse blikjes. Dus die kan je in alle formaten krijgen. Ik heb er hier een paar liggen voor die loopcontroller. Want dat die SWR-bridge die moet in een blikje zitten. Anders gaat die natuurlijk bestraald door de enorme veldsterkte van de loop. En dan gaat de hele controller over zijn nek.
Dat moeten we niet hebben. We moeten het wel eventjes loshouden. Oké, ik ga mijn schoen aantrekken. En ik had je trouwens ook nog een hele leuke kattenvideo gestuurd. Ik weet niet of jullie als je er tijd voor hebt of zo. We zaten gisteren na de markt nog even thee te drinken. En dan doe ik altijd van die profiterol bij. Weet je wel, anders hebben we hier van die chocolade roomsoepje. En ja, ik zag een beetje zo'n... Zo'n rood wit katje zag ik een beetje om ons heen lopen. Die hoort gewoon daar in de buurt van die bar en zo. En ineens springt hij op mijn schoot en die gaat gewoon lekker liggen slapen en zo. Een beetje rollen en toestanden. Die was helemaal tevreden. Mijn liefde op het eerste gezicht. Hè? Kijk maar even naar de video's als je tenminste tijd hebt. Oké, okay. Ik ga er vandoor. Ik hoor al wat geruis in de schoenenkast. Dus ik ga er vandoor. Goedjes van PR3BK. Ik loop achter met de mail. En dat ziet er helemaal niet lelijk uit hoor, die blikjes. Dat bouw je gewoon in de behuizing, daar zie je niks aan. Hey, de groeten, PSS Echo. Ja, goed. Poes heeft netjes gewacht met lasten doen tot ik uitgekuurd zou. Maar nu begint ze dan ook. PSS Echo. Ja, goed.